podcast, want over één kwartier op vakantie, weg van hier. Rij 9A, de stoel naast haar broer. Een beetje gespannen, maar ze houdt zich stoer. Krijgt een beker oranje van de stewardess. Ze hoeft geen kleurplaat, want ze is al zes. Bij het opstijgen kijkt ze met verbazing toe en vraagt: mam, wordt een vliegtuig nooit moe? In een weiland ergens bij een rivier vallen kledingstukken als oud papier. Tussen korenvelden ver van hier klemt een meisjeshand om een speelgoeddier. Die stoffen aap met dat ene oog die ze alles vertelde, die haar nooit bedroog. Hij bood hou vast in het uur van nood met zijn eeuwige lach. De aap die alles zag. Achter het geschut bij het hoofdkwartier had een militair de vijand in het vizier. Een voltreffer haalde hem uit de lucht. Op het juiste moment de verkeerde vlucht. Tussen de brokstukken puin en brand houdt hij verward een speelgoeddier in zijn hand. Besef verdringt de eerdere lach. De zon kleurt zwart op deze zomerdag. In mijn krant spat verdriet van het papier. Een lange lijst namen, zoveel passagiers. Te veel lege plekken in de klas. Geofferd in een strijd die niet de hunne was. Het lot bepaalde in één oogopslag de bestemming op die fatale donderdag. En ergens in een kist met onze vlag ligt de aap die alles zag.